Het is tijd voor de action. Yeah. Hey hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn er weer met een nieuw product van de Action Battletron. En dit keer is het een Nintendo Switch Travel Case Deluxe XXL. Ja, dat is een hele zin. Kortom, wat gaan we eigenlijk krijgen met dit product en is het de moeite waard om te kopen? Nou ja, het zegt het al, het is een case waar je alles in kan behoort te proppen. Dus ga je lekker op vakantie en och, de oude dagen van de Game Boy. Maar wil je in ieder geval dan in principe wat meenemen? Ja, dan is dit misschien wel een van de betere opties. Althans, daar gaan we eens eventjes naar kijken. Je betaalt er niet heel veel voor, de prijs ben ik even kwijt zo. Maar voor de rest gaan we eens eventjes kijken van hoe het zit met de aansluitingen en ja, de mogelijkheden. Of de aansluiting, hoe mij nou aansluiting? Ik dreef er even van, jongen. Ik bedoel de ritssluiting voornamelijk. Want dat is nog wel eens een probleem. Zoals je hier begint hier al te clearen. En dat heeft toch te maken vaak met dit randje. Wat dan dubbel kan slaan. En dat wil dan niet helemaal lekker aansluiten. Dus dat is al eventjes een gevecht. Dat is één ding wat zeker is. Laten we eens even kijken of het een beetje gemakkelijk gaat. Nou, je moet wel een beetje vechten en wat geduld hebben. Dat zit er wel in. Maar laten we eens even openslaan. Mooi het logootje van Battletron. En de onderkant is er eigenlijk weinig te zien. Ja, dit is dan in principe de hardcase. En het idee is dat we erin kunnen proppen met van open alles nog wat. Nou, een van de features waar dit ding dus mee komt is dat inderdaad allemaal vakjes. Dus dat houdt dan in dat we daar alles in kunnen steken. Nou, laten we eens even één ding proberen. Nou, op het begin heb ik natuurlijk van die Battletron rubbertjes er nog omheen. En even kijken, even puzzelen. Wat zijn dan de eventuele opties? We gaan eens even alles erbij pakken. Waar is toch al die zooi? Nou, we beginnen dus zeg maar met het eerste en dat is zeg maar de docking station. Ik heb hier de OLED. En de reden waarom ik OLED, ik heb de normale niet eens meer liggen, de normale Switch. Maar de OLED, ja, laten we even kijken of dat die er een beetje in past. Nou, we moeten echt wel frotten. Blijkbaar is het toch nog wel flexibel. Dus dat is in ieder geval mooi. Ja, wat we ook daarnaast krijgen, we gaan deze even uithalen, want de volgorde is niet goed wat ik weer doe. Het gaat er eigenlijk om, we kunnen dan hier gewoon het apparaat inzetten. Maar nu is natuurlijk het vraag. Ze hebben natuurlijk van die leukere Joy-Con rubbertjes uitgebracht met van die speciale ondersteuning die ik overigens heel fijn vind. Maar als je hem er zo in prikt, wordt het al een lastig verhaal. Zie je dat? Je moet hem eigenlijk al zo infrotten in verband met die rubbertjes die er omheen zitten. Ja, en dat is dan wel weer jammer. Gaan we eens even omgedraaid. Ja, het maakt niet heel veel verschil uit. Dus deze zou je er in principe gewoon af moeten halen. Nou, hij viel er al bijna eens wat vanaf. Zo. En in dat geval kunnen we hem zo inzetten, zoals je hier kunt zien. Dus op zich is het een mooie optie. Even kijken, zo past die dan in principe niet. Nee, dat is wel mooi dat de Switch er zo in gaat dan de docking. Die douwen we erin. En dan hebben we inderdaad hier eventueel voor de adapter. Ja, het is best wel een mooie case als het daarom gaat. En nog, er zijn nog wat mogelijkheden als het gaat om het erin te proppen. Zal ik het daarop houden. Kijk, we kunnen lekker alles erin frotten. Dan hebben we volgens mij hier voor de controle, denk ik. Of ik weet niet wat hier het idee van is. Moet je me zo insteken. Dus de controle kan je er ook nog eventueel in proppen. Ja, en dat is dan eigenlijk het idee. Dan hebben we hiernaast nog de spelletjes. Dus wat je kan doen bijvoorbeeld, als je meerdere spelletjes mee wilt nemen, dan kan je deze hier aan deze kant er ook nog in doen. Nou, is dit wel heel erg handig. Hij is wel heel strak en dat is natuurlijk ook heel goed. Want uiteindelijk als je hem te los hebt zitten, dan komen ze er heel makkelijk uit. Dan hebben we hier nog ook een compartimentje zitten als het daarom gaat. Als het over extra kabeltjes en dat soort dingetjes. Maar er zal niet veel ruimte in zijn, denk ik. Nou, in omval, als ik hem erin wil proppen, dan zie je al dat hij een beetje begint te nekken. Nou, weet ik niet of dat een heel goed idee is om te doen. En vermoed zelf dat het te maken heeft met, ik ga eens even dit er allemaal uithalen. Vooral met de docking. Die is niet volgens mij helemaal lekker geschikt hiervoor. Dus eventjes kijken. We kunnen hem ook op zijn kop nog in doen. Dan past hij ietsjes beter. Maar je ziet, hij nekt altijd nog wel een beetje. Of, ik ben nou wel eens benieuwd of anderen, of laat me weten in de comments, heb je deze gekocht en hoe bevalt hij jou? Doet hij dit ook bij een normale Switch? Nou heb ik hier bijvoorbeeld mijn Pro Controller in gedaan. Maar als je nou bijvoorbeeld even naar het plaatje kijkt, ik zal hem er even bijpakken voor jullie. Dan kan je het zien, dan zie je dat eigenlijk daar, normaal gesproken, dat je de Joy-Cons met de grip erin kan doen. Daar is die voor gemaakt. Maar ik vond het leuk om lekker eigenwijs te zijn, om even wat anders erin te proppen. Dan kan je aan de linkerkant kan je ook nog zo'n houder neerzetten. Kijk, en daar past de controller dus gewoon echt niet in. Dus hier zou je eventueel nog een controller in kunnen doen. En daar kan je dan de aparte grip doen. Dus dat is eigenlijk dan het verschil. Nou denk ik niet dat deze echt geschikt is voor de Nintendo Switch OLED. Dus dat is dan een beetje jammer. Zoals je ziet zetten ze hem ook gewoon zo erin. Of het behoort normaal te zijn. Want hij gaat er best wel goed in. Maar dichtgaan vind ik gewoon waardeloos.
Dus dat is dan wel een beetje jammer. Nogmaals, ik kan niet testen of met een normale switch of met een andere docking. Kijk, als je hem uithaalt, gaat hij wel een makkelijk dicht. Maar wat je wel ziet in principe, kijk, nou nekt hij wel niet zo, maar deze rand komt wel op de switch zelf. Dus hij ligt hier wel bovenop. Dus veel ruimte zal je niet hebben voor dit. Dan kunnen we deze ook zelfs er helemaal uittrekken. Nou is dit van gemaakt van een of ander dik materiaal zoals je ziet. Dus ik zou er niet te veel aan trekken. Maar het is best wel grappig. Dat we daar eigenlijk zo alles eruit kunnen halen. Kunnen we ook een spelletje erin doen. En dan kan je me zo weer terug in doen. Nogmaals, het is een beetje jammer van de OLED docking. Ja, ik zou hem zelf niet zo 1, 2, 3 gaan gebruiken. Ik ben niet zo gecharmeerd van eigenlijk het concept dat hij dan hier bovenop ligt. Misschien dat het ook weer een verschil is als je een andere Nintendo Switch gebruikt type. Maar volgens mij moet dat niet heel veel uitmaken. Bedankt voor het kijken. Laat me weten in de comments wat vond jij eigenlijk van. Vond jij dit een mooie oplossing? Je kan wel lekker veel meenemen. Dat is in ieder geval positief. En dan zie ik jou weer de volgende keer.